Heftig nieuws voor Patricia Pai. Er is beslag gelegd op haar huis. Jan, alweer slecht nieuws. Ja, ik krijg zojuist hier het procesverbaal van het executoriaal beslag onroerende zaken in mijn handen. Ja. Dat is niet zomaar een beslaglegging. Dit is een stapje verder alweer. En dat betekent eigenlijk al dat er misschien een veiling al aan zit te komen. Okay. Want wat lees ik hier nou bijvoorbeeld? Inkomstenbelasting 2013 niet betaald. Zorgverzekering 2013 niet betaald. Omzetbelasting 2015 niet betaald. Ik noem maar drie dingen hoor. Hoe maar hoog is die schuld? Hele lijst. 100.000 euro wordt die geschat, die schuld. En ze geeft de schuld eigenlijk aan de boekhouder. Okay. En dat vind ik een beetje flauw. Nou ja, goed, nee. Jan, ik bedoel, je huurt iemand in omdat je daar zelf niet mee wil dealen of niet mee kan. Nee, dat dealen, kan toch? Ik begrijpen. Maar kijk, ik lees net die hele lijst zo'n beetje voor. Dat betekent dat mevrouw Pai natuurlijk in die tussentijd wel door de Belastingdienst al ingelicht is. En dat ze aanmaningen in die tussentijd heeft gekregen. Ja. En die krijgt ze in haar eigen gleuf of in haar eigen brievenbus natuurlijk gestort. En niet bij de boekhouder. Jan, er is inmiddels dus beslag gelegd. Betekent dit dat het huis dan verkocht moet worden? Ja, voor 475.000 euro staat het nu te koop. Het staat te koop? Het staat nu te koop, ja, sinds vandaag. Ja, en wat krijg je ervoor? Je krijgt er nogal wat voor, hoor. 180 vierkante meter. Ja, een zwembad zit erin, een jacuzzi zit erin, diverse kamers, een slaapkamer natuurlijk. Ja. Badkamer, of is het toilet? Ik weet het niet. Ja. Deze kennen we toch, die badkamer? Ja. Ja, dus ja, het is wel een trieste geschiedenis voor Patricia. Ja, we zijn nog even langs geweest, begrijp ik. Ze deed niet open. Nee. Is er gereageerd verder nog? Nee, helemaal niet gereageerd nog. Het is in volle gang en we gaan het volgen.